Nou, laten we. Ik wacht, kan iedereen mij goed horen? Ja? Oké. Nou, ik denk nog een minuutje. Sorry, mijn PowerPoint was heel even weggevallen. Of met wegvallen bedoel ik. Ik had even PowerPoint aangezet, uitgezet, omdat ik dacht, dan is het wat minder heftig voor mijn laptop. En toen bedacht ik me dat ik de PowerPoint deel, dus dat was niet heel handig. Maar hey. Ik zie ook dat steeds meer mensen komen. Ik ben wel benieuwd wat voor mensen hebben we in de meeting zitten. Zou ik mensen in de chat kunnen plaatsen van welke instelling ze zijn of iets dergelijks? Ja, instelling of organisatie of hoe je hier zit. Bij een van de kijkers zie ik een hele mooie SDG-vlag op de achtergrond. Zou de beste meneer Aad misschien willen toevoegen, delen wat SDG's voor hem betekenen in zijn dagelijkse praktijk? Kan dat? Het is moeilijk volgens mij om je naam te veranderen, maar in de chat zou het wel even toegelicht kunnen worden. Het is belangrijk als je iets in de chat wil sturen, dat je bij verzenden aan het even verandert in iedereen. Dus die streepjes verandert in iedereen en dan kun je een chatbericht sturen. Oh ja. Kijk, ik zie masterstudenten, biomedische wetenschappen, maar ook hout- en mobileringscollege Amsterdam. Wat tof, hele brede groep. Dus ik hoop dat er voor iedereen wat wil bij zit. Zeker, heel divers publiek, leuk. Wat Stel mensen vooral divers. ook tijdens de sessie straks al je vragen in de chat, want we beantwoorden ze graag. Ja. En daar hebben we een speciale persoon voor. Dat is Inky. Inky is hier bij ons ook om de chat te modereren. Dus zij zal het dan weer aan ons doorgeven. Ook als er problemen zijn trouwens. Dus als er iets niet werkt. Of als je ineens ons helemaal niet meer hoort. Laat het dan daar weten. Dan kunnen we kijken wat we dan kunnen doen. Maar laten we hopen en ervan uitgaan dat het niet gebeurt. En dat het gewoon helemaal soepel gaat in één keer. Nou, het is 1 uur. Zullen we gewoon langzamer aan beginnen? Ja? Oké, top. Dan heet ik iedereen welkom bij. Hoorden jullie dit spannende muziekje ook? Dan heet ik iedereen welkom bij de Groene Paper en ook bij de eerste sessie van de Groene Paper. Dus wij trappen officieel de Groene Paper af op dit moment. Met onze sessie. Dus superleuk dat jullie er allemaal zijn voor het begin van de Groene Paper. Maar we hopen jullie ook nog verder in de Groene Paper weer tegen te komen. Nou, de Groene Paper is natuurlijk het evenement, of het online evenement op dit moment, voor duurzaamheid in het onderwijs. En dat is zowel het MBO, HBO als WO waar we het over hebben. Dat is heel erg leuk. En ik had dus al genoemd dat we Inky hier hebben als chat moderator. Dus dat is top. Dit is de rest van het team ook. En de organisaties waaruit dit wordt georganiseerd, de Groene Paper. Leuk dat jullie nog steeds je even voorstellen in de chat. Dat is denk ik goed voor iedereen om te zien. Dan even twee mededelingen. De webinar wordt opgenomen. Dus als je niet in beeld wilt doen, dan val je camera uit. En heb je vragen of opmerkingen, kan dat dus in de chat. Nou, welkom bij deze webinar Duurzame Kiesheid, de stem van de jongeren. Wij hebben er heel veel zin in en met wij bedoel ik onze organisaties ook. Dus dat zijn de Jonge Klimaatbeweging, Youth for Climate en Students for Morgen. En misschien denken jullie waarom wij, waarom zijn wij hier, wat hebben wij hiermee? Nou, we hebben natuurlijk heel veel met duurzaamheid, maar we zijn ook samengekomen omdat wij allemaal of namens onze organisatie of onze organisatie zelf hebben meegeschreven aan het JDC-rapport, Jongeren Denkt in Corona-rapport vanuit Coalitie EI. En dat ging heel erg over hoe gaan we groen de crisis uitkomen. En ook duurzaam. Nou, daar hadden wij allemaal wat over te zeggen. Dus we gebruiken eigenlijk dat rapport een beetje als leidraad door deze presentatie heen. Maar we hebben ook heel veel van onze eigen input erin gestopt. En onze ideeën over de toekomst, over hoe de groene reset eruit moet komen zien. Want groene reset is ook het thema van de groene paper. Dat betekent dus dat we heel erg gaan kijken naar wat is er dit jaar gebeurd. Wat is er wel goed gegaan, wat is er niet goed gegaan. En hoe kunnen we extra duurzaam beginnen aan volgend academisch jaar of gewoon een volgend jaar na de zomer. Dus daar gaan we eigenlijk mee van slag. De onderwerpen die gaan we spreken zijn onderwijs,
het coronajaar, de energietransitie en duurzaam doen. En we gaan onszelf heel kort voorstellen. Ik zal mezelf heel kort voorstellen. Ik ben Nicky Tripp, ik ben de voorzitter van Studenten voor Morgen, 24 jaar oud en ook mede-organisator van de Groene Paper. En de rest van het voorstel, de rest over mij komt later, maar Dionne, stel je voor. Yes, nou, ik ben Dionne, ik ben 17 jaar en ik ben secretaris bij Youth for Climate Nederland. Oké, en Werner? Ja, goedemiddag. Werner Schouten, dus ik ben de voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Ik vertegenwoordig als Jonge Klimaatbeweging met 100.000 jongeren op het gebied van klimaatbeleid aan de politieke tafels, maar ook bij het bedrijfsleven. Ze hebben aan tafel van het klimaatakkoord gezeten en ook tijdens de coronacrisis meermaals nadruk gelegd op groen herstel uit deze coronacrisis. Daarvoor ook met de premier op het Katshuis gezeten. Er is ons veel beloofd. Iets minder geleverd. En toen hebben we ook een jongere Denkt in coronacrisis via dat orgaan hebben we dus ook advies gegeven aan de overheid. En toevallig vorige week nog aangesloten bij informateur Hamer om ook te spreken over klimaat in het herstelplan uit deze coronacrisis. Dus super leuk om hier bij aanwezig te zijn. Ik zelf ben ook nog student aan de Erasmus Universiteit, dus studeer ik duurzaamheid ook. Zeker. En dat leidt ons meteen naar het eerste onderwerp van deze sessie, namelijk duurzaamheid in het onderwijs. Dat stond ook in het JDC-rapport, namelijk geeft duurzaamheid een vaste plek op school. Nou, ik denk dat we het daar wel allemaal over eens zijn, of in ieder geval wij drieën. Maar ik wilde vragen, Dionne, hoe heb jij dat eigenlijk meegekregen? Zat er heel veel duurzaamheid in jouw onderwijs tot nu toe? Nou, ik ben net een jaartje klaar met de middelbare school. Ik heb een mooi tussenjaar. In coronatijd natuurlijk niet heel veel aan, maar het is maar even zo. Ik woon zelf in een best wel klein dorpje, waar ook nog veel, redelijk veel conservatieve denkbeelden leven en klimaat niet een heel erg groot onderwerp is. Dus ik ben zelf een tijdje vrijwilliger geweest bij een burgercoöperatie die zich bezighield met duurzaamheid binnen de gemeente, maar ook op de school waarbij ik zat. En dat werd eigenlijk afgewimpeld als een onderwerp wat zij niet belangrijk genoeg vonden, waar geen geld aan uitgegeven kon worden. En ook binnen de lespakketten werd het afgewimpeld als iets wat gezegd werd dat gebeurde, maar waar leraren sceptisch over waren. Dus bij mij is het eigenlijk juist nooit heel serieus behandeld bij mij op school. En dat heeft bij mij dus ook juist voor gezorgd van, oh, ik vind het wel een belangrijk onderwerp, ik ga me hier juist mee bezighouden. En vanuit onze organisatie hebben wij hier ook een manifest over opgesteld. Dat manifest heet Klimaat in de Klas. En dat is vorige week of die week daarvoor aangeboden aan de politiek. En daarin hebben we vier belangrijke pijlers staan op het gebied van onderwijs. Die betrekking hebben op dingen die wij graag zouden willen veranderen binnen het middelbaar onderwijs. Ja, want jij hebt het inderdaad vooral over het middelbaar onderwijs. Dat is wat jij tot nu toe hebt meegemaakt. En Werner? Ja, ik herken toch wel een beetje hetzelfde beeld. Het kenmerkt zich juist een beetje door zijn afwezigheid. Ik ben zelf juist in aanraking geraakt met duurzaamheid eigenlijk via mijn opleiding, via, maar niet door mijn opleiding. En ik denk dat dat toch wel kenmerkend is. Ik heb een hele technische opleiding aan de Universiteit Twente, Advanced Technology genaamd. Maar mijn hart ging, in tegenstelling tot mijn medestudenten, niet zo snel kloppen van al die technologie en technologische vooruitgang aan zich. En toen ben ik naar Zuid-Korea gegaan voor een summer school. En daar in Zuid-Korea, moet je voorstellen, in de zomer daar is het ontzettend warm. Is de luchtvochtigheid ontzettend hoog, maar als de wind verkeerd staat, dan komt ook heel veel vuile lucht vanuit het industriële China, wordt dat als een soort van deken over de stad heen geblazen. En dan moet je dus, als ik naar de universiteit ging, moest ik daar bijvoorbeeld met een mondkapje oplopen. En het moment dat je dan de mensen daar op straat die ziet, die zich de hele dag buiten zijn, die zich niet kunnen beschermen tegen de milieuvervuiling en de opwarming van de aarde, terwijl ik mezelf kon beschermen met mijn mondkapje en dus mij kon wegtrekken in goed geventileerde gebouwen. Ja, dat ging er bij mij gewoon niet in, dat dan de universiteit er eigenlijk gewoon een beetje alsof een ivoren toren naast stond. En zo ben ik dus in contact geraakt met duurzaamheid en is het bij mij ook echt gaan leven. En toen gingen mijn ogen ook open over duurzaamheid. En dat vond ik het toen zo bijzonder eigenlijk, dat we eigenlijk allemaal als mensen in een soort van spel worden. We krijgen in onze opleiding krijgen we allemaal cognitieve vaardigheden aangeleerd op school. Maar in onze opvoeding en in ons onderwijs hebben we niet tot nauwelijks over de spelregels die ons leven hier op deze planeet mogelijk maakten. Dus toen ben ik echt met duurzaamheid bezig gaan houden. En ik vind dat dus nog wel een grote taak ook weggelegd voor, zeg maar,
hoe wij groot worden gebracht. Hoe ken jij dit, Nikki, of is het voor jou een ander beeld? Nou, ik denk iets anders. Ik heb wel op de middelbare school inderdaad echt, nou, het woord duurzaamheid denk ik een half keer gevallen. Dat was echt niet aan de orde. En als het aan de orde was, dan was het echt een moetje. Iets van, oh, daar moeten we nog iets mee. Ja, kunnen misschien de plastic bekers, het bamboebeker. Dat was dan al heel vooruitstrevend. Dus dat was niet heel fantastisch. Maar ik was er ook nog niet heel veel mee bezig. Dus ik had niet zoiets, ik ga mijn school hierop aanspreken. En ik denk dat dat nu... als ik kijk naar de mensen die nu op de middelbare school zitten, en ook als ik bijvoorbeeld kijk naar de mensen van Youth for Climate, die misschien wat jonger zijn, dat ik denk, ja, supergoed dat jullie er wel zijn en wel ook je middelbare school al kunnen aanspreken, want dat was bij mij ook heel goed geweest, denk ik. Maar via mijn studie heb ik er wel heel veel over geleerd, maar ook weer niet echt specifiek door mijn studie zelf, maar meer eigenlijk de mensen die op mijn studie zaten. Dus ik heb aan het University College in Maastricht gestudeerd. En met heel veel internationale studenten bij elkaar. En dan kreeg je heel veel perspectieven. En ook hierop wisten heel veel mensen veel meer dan ik. Ik heb denk ik heel beschermd geleefd en daar gewoon heel weinig last van gehad en niet over nagedacht. Dus ik denk dat ik het op die manier heb ik er meer over geleerd, maar ik had wel de mogelijkheid om keuzevakken te volgen over duurzaamheid en over klimaatverandering. En gewoon 2 of 3 van dat soort hele basic vakken over klimaatverandering, eigenlijk gewoon 8 weken lang alle doemscenario's over hoe slecht het wel niet gesteld is, hebben me wel heel erg wakker geschud. Misschien ook wat climate anxiety gegeven mogelijk. Maar het heeft me in ieder geval wakker geschud, en zodat het iets werd wat ik nooit meer los kon laten. Dus ik vond het wel heel mooi dat ik de optie had om dat te doen. Ook zie je een vraag, welke vakken kon ik volgen? Ik heb Sustainable Development gedaan en gewoon het vak Climate Change heette het. En eentje was echt een introductievak voor eerstejaars en het andere was een tweedejaarsvak. Maar gewoon die 2 vakken, dat is het 10 ECT bij elkaar, dat was wel al genoeg, denk ik, om het aan te wakkeren. Dus wat mij betreft is dat bijvoorbeeld een hele mooie optie om dat in het vaste curriculum te verwerken. Want Werner, jij studeert nu ook iets duurzaams aan je master. Ik ook, we doen toevallig dezelfde master, Global Business and Sustainability in Rotterdam. Of aan de Erasmus Universiteit. En daar zien we het wel heel veel in het curriculum. Maar ik heb het idee dat het misschien ook op universiteiten wat makkelijker is om het erin te verweven dan bijvoorbeeld op een middelbare school. Want Dionne, denk je dat er plek was geweest is in het curriculum? Nou, het ding met het middelbare schoolcurriculum, we hebben hier veel gedoogonderzoek, wil ik het ook niet noemen, maar we hebben er wel wat diepgaand onderzoek naar gedaan. Het ding met het middelbare schoolcurriculum is dat het heel erg vast staat, ook voor een wat langere tijd. Als dus volgens mij is het 7 jaar, zit hier vast wel wat middelbare schoolleraren, misschien dat die even kunnen zeggen of ik op de goede lijn zit of niet. Maar in ieder geval, er wordt vooral heel veel gepraat en heel weinig gedaan. En bij dat curriculum worden er ook heel weinig leerlingen betrokken. Volgens mij wordt het LAX wel erbij betrokken, maar dat is maar een kleine groep en die houdt zich niet specifiek bezig met klimaatverandering. Dus om het dan weer even terug te brengen... naar het manifest dat we hebben geschreven, daar hebben wij ook gezegd, stel een nieuw wettelijk curriculum op, waarin klimaatverandering niet alleen als fysisch ding wordt behandeld, maar ook als iets wat daadwerkelijk sociale gevolgen heeft. En niet iets wat de kern van je bedshow is, maar iets waar wij de gevolgen in Nederland al van merken. En daarbij vinden wij inspraak van leerlingen en ook leraren ook heel belangrijk. Want wij kunnen nu wel tegen de leraren zeggen van, hey, dit moeten jullie er ook nog eens bij gaan behandelen. Maar wat wij van leraren, met wie wij het hierover hebben gehad, hebben gehoord, is er staat al zo'n heel hoge druk op alles wat je moet behandelen. En dit moet er natuurlijk dan ook wel bij, maar er moet er ook wel voor hun de ruimte zijn om dat op een goede manier in te kunnen vullen. En op een manier die aansluit bij de school waarop ze lesgeven, die aansluit binnen hun leefomgeving. Dus dat het echt een onderwerp wordt dat iets dynamischer is dan dat het nu is. Dat het niet meer iets is wat in India gebeurt in je aardrijkskundeboek in 3 VWO, maar dat het iets is dat jij van 1 tot 6 of van 1 tot 5 of van 1 tot 4 meekrijgt. Ja, mooi. En... Werner, heb jij bijvoorbeeld ideeën over hoe er een groene reset zou kunnen plaatsvinden in het onderwijs? Gewoon een kleine vraag. Zeg maar vanaf september bijvoorbeeld. Zo, nou kijk, om een beetje door te gaan op wat Dionne zegt. Ik heb ook wel eens gesprekken. Ik denk, pleit voor duurzaamheid in het onderwijs is niet nieuw. Daar wordt al vaker wat over gedaan. En ik hoor ook bij docenten wel regelmatig ook wel een beetje de weerstand van, ja, maar we willen niet een bepaald waardepatroon soort van imposen op je studenten. En dat vind ik altijd zo bijzonder. Want ik las laatst een studie over het feit dat bijvoorbeeld mensen die heel traditioneel economisch worden geschoold, wat heel erg gaat gericht op winstmaximalisatie economisch,
dat blijkt dat die minder altruïstisch, meer individualistisch van hun studie afkomen. Dus dat vind ik het wonderlijke, zeg maar. Allereerst gaat het niet zozeer over een bepaalde ideologie natuurlijk. Dat wil ik echt even de wereld helpen. En daarnaast gaat het erin, zelfs als je geen keuze maakt over wat voor waarde of wat voor ideeën je mee wil geven, wat voor wereldbeeld je mee wil geven, dan nog maak je die keuze. En dan laat je het over aan wat er impliciet in je onderwerpen zit. Ik vind dat wel een hele belangrijke om te onthouden. En ja, hoe je die duurzame switch kunt maken. Ik denk dat aan de ene kant, ik denk dat het nu langzamerhand een beetje vorm begint te krijgen in, zeg maar, de leeromgeving. Hoewel daar nog echt heel veel aan verbeterd kan worden, maar daar gaan we het volgens mij straks nog aan hebben. Maar juist dat stukje dat het overkoepelend in zoveel verschillende componenten terugkomt, dat mis ik nog wel. Duurzaamheid moet wat mij betreft ook geen los thema worden, maar eigenlijk iets wat in alle verschillende vakken zit. Ik doe wel eens bij lezingen, ik word vaak gevraagd voor lezingen, doe ik wel eens een uitdaging met het publiek, zeggen ze, noem mij ieder beroep en ik geef jou aan hoe die gerelateerd is aan klimaatverandering. En daarmee laat je zien. En ik ben nog nooit, zeg maar, outclassed. Ik heb nog nooit niet gelukt. Ik wacht nog steeds op dat moment, want dan geef ik die persoon een fles whisky of iets dergelijks. Maar dat is denk ik wel tekenend voor het feit hoe belangrijk dit voor ieders carrière gaat worden. En hoe fundamenteel het is, denk ik, voor onze jonge voorbereiding. Kan ik hier nog op ingaan, Nikki? Of wil jij door? Oké, want ik vind wat De Werner zegt wel heel mooi. Duurzaamheid is niet iets wat op zichzelf staat. En dat is ook iets waar wij heel erg tegenaan liepen binnen het middelbare schoolcurriculum. Nu wordt het heel erg behandeld als een onderwerp van, oh, dit gebeurt gewoon. Het heeft fysische gevolgen, maar voor de rest beïnvloedt het jouw leven niet. Maar duurzaamheid gaat ons leven beïnvloeden. Duurzaamheid begint bij de groenten in je achtertuin en eindigt ergens in Myanmar. Maar daar zit zoveel tussen. Dus het is heel belangrijk om duurzaamheid niet als apart onderwerp te behandelen, maar om dat inderdaad te verweven in alles wat je doet. Want duurzaamheid begint hier, maar dat gaat zoveel verder dan alleen een stijgende zeespiegel en een hoog CO2-gehalte in de lucht. Dat heeft echt beïnvloed veel meer. Dus dat. Nee, helemaal eens. En ik denk dat wij vanuit Studenten voor Morgen, wij zijn natuurlijk heel specifiek bezig met duurzaamheid in het hoger onderwijs. Dus dat is echt helemaal waar we op focussen. Ik denk dat we dit alleen maar kunnen beamen. Dat iedereen, ook als je rechten studeert, ook als je gewoon medicijnen, gewoon economie, alle studies die niet per se duurzame economie of duurzame medicijnen hoeven te zijn. Inherent heeft duurzaamheid er iets mee te maken. Je hebt daar straks, wat je ook gaat doen, heb je er mee te maken. Dus is het gewoon belangrijk, ook voor de studenten, als je een student wil afleveren als instelling die wat kan in de toekomst, dan moet iemand daar ook iets van weten, van duurzaamheid en van klimaatverandering. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is en dat we hopelijk met z'n allen die awareness daarover wel kunnen verbeteren. Helemaal als Werner gewoon in elke keer als hij spreekt laat zien dat het overal nodig is. Dan hoop ik dat we er komen en dat we het ook net een extra zetje kunnen geven als we weer in september beginnen. Want dan gaan we door, denk ik, naar het tweede onderwerp. En dus dan koppelen we het even los van onderwijs. Maar de vraag aan jullie, wat is er wel goed gegaan in coronatijden qua duurzaamheid? Wat waarvan je zegt, oh, dat is echt wel nice, dat moeten we houden. Nou, ik denk dat er echt ontzettend. Kijk, ik vond coronatijd van start af aan echt een bijzonder interessante tijd. Natuurlijk heel veel mensen, ook, denk ik, qua mentale gezondheid is natuurlijk zwaar geweest. Andere mensen gewoon hun gezondheid zelf. Dus daar wil ik zeker niet aan voorbij gaan. Maar anders dan dat was het wel een heel bijzondere tijd, omdat het een hele vloeibare tijd was. Want in één keer heel veel routines die we hadden, die werden vloeibaar. En die kunnen we nu eigenlijk een andere richting op duwen eigenlijk. Als ik kijk naar bijvoorbeeld 5 dagen per week naar werk, dat is wel verleden tijd, weet je. Dat wordt niet echt tot verleden. Dus ik zag het altijd wel een beetje als kans. Ik denk dat we in Nederland jammer genoeg daar niet heel veel van hebben gebruikt. Ook omdat we natuurlijk een beetje naar de verkiezingen liepen. Maar je ziet bijvoorbeeld in andere landen, bijvoorbeeld in een land als Frankrijk, die zegt van, weet je wat, we zien dit als kans om te verduurzamen. En we gaan bijvoorbeeld alle vluchten als voorwaarde voor de steun aan Air France, gaan alle vluchten onder de die vervangen kunnen worden door de trein onder de 2 uur, gaan er bijvoorbeeld uit. Ja, dat zijn wel, denk ik, van die voorbeelden die ik wel mooi vond. Het is echt de coronacrisis als kans hebben aangepakt. Duitsland, Frankrijk stoppen nu ook miljarden in de nieuwe economie, in waterstof bijvoorbeeld. Dus daar werd ik wel hoopvol van. Hoe kijk jij daar? Oh, nou, Dionne.
Ja, ik sluit me hier heel erg bij aan. Ik denk ook dat het op het gebied van individualisme, hoe wij ons als mensen onze gewoonten kunnen aanpassen, ook een hele mooie mogelijkheid is geweest. Want het heeft ons laten zien dat wij niet op vakantie hoeven naar Zuid-Afrika ieder jaar. Dat hoeft gewoon niet. Je kan mooi eventjes een keer naar Drenthe en dan is dat ook genoeg. Of je gaat een keer met de trein ergens naartoe. Maar het is geen primaire levensbehoefte om gigantisch veel te vervuilen om maar eventjes ergens naar een vakantie te gaan. En zo is er wel meer dat we hebben moeten laten vallen. We gaan veel minder met de auto. We hebben inderdaad, zoals Werner al mooi zei, we hebben heel mooi gezien dat wij nu vanuit huis kunnen werken en dat het een hele mooie mogelijkheid is. Dat brengt allemaal onze uitstoot toch wel veel meer terug. Dus ik denk dat dat eigenlijk hele simpele veranderingen zijn die wij kunnen blijven praktiseren wanneer deze crisis op zijn einde loopt. Want we hoeven allemaal niet zo ver op vakantie. We kunnen ook een keer lekker gaan interrailen door Europa. Dat is natuurlijk nu al een stap verder dan wat we nu aan het doen zijn. Maar het is alsnog wel een stap terug van wat we deden voor deze crisis. En ik denk dat dat ook wel een mooi perspectief heeft geboden, dus. Hoe kijk jij daar tegenaan, Nikki? Ja, nou, ik denk dat ik daar zeker mee eens ben. En ook, ik denk dat bijvoorbeeld het stukje mobiliteit, wat natuurlijk heel direct beïnvloed is door corona, eigenlijk het begin is of een kleine en iets is wat ook de rest beïnvloedt. Dus inderdaad ook gewoon perspectief van wat je nou eigenlijk wil, wat je nodig hebt, je definitie van welzijn. Ik denk dat veel meer mensen wel bewust zijn geworden van de invloed van reizen, maar ook inderdaad dat je je eigen land kan ontdekken. En wat ik ook mooi vond, is denk ik de solidariteit als die tussen de generatie heel erg voelen nu. Of in ieder geval, ik hoop dat we die nog steeds heel erg voelen. Ik voel die wel nog steeds heel erg. En ik denk dat dat ook een mooi uitgangspunt kan zijn, omdat we natuurlijk alle generaties nodig hebben om de klimaatcrisis aan te pakken. We kunnen het niet alleen, helemaal niet als jonge mensen kunnen we het niet alleen, want wij zitten nu nog niet aan de knoppen. We proberen het wel af en toe, maar helemaal nog niet. Dus we hebben echt alle generaties nodig om dat te doen. En ik hoop dat corona op die manier wel verbindend genoeg kan geweest zijn tussen de generaties om te zeggen we gaan doorpakken op deze intergenerationele solidariteit. Om dat vast te houden, hè, om dan met z'n allen ook andere zaken aan te pakken. In ieder geval, ik hoop dat de andere generaties zich daar ook nog zo over voelen. Maar Ja. het lijkt me mooi om zo door te gaan. Ja, mooi hè. Ook daarop aanhaakt inderdaad toen je sprak over brede welvaart. Ik denk dat dat misschien nog wel een interessante filosofische vraag is voor de docenten die hier vandaag ook zijn aanwezig zijn. Want de coronacrisis bracht bij mij ook de vraag op van wat is voor ons nou vooruitgang? Het was voor mij ook een soort van contrastvloeistof dat je eigenlijk in één keer heel veel om je heen viel weg. Maar toch konden we eigenlijk welzijn ervaren. Toch konden we zeg maar prima de dag doorkomen. En als al onze pakketjes van AliExpress in de Chinese haven vaststaan, dan doet dat eigenlijk helemaal niet zo gek veel met hoe wij ons voelen en hoe gelukkig wij zijn. En dat gaf mij dus ook wel een soort van motivatie om daar langer bij stil te staan over wat betekent nou vooruitgang? Is zeg maar dat technische opportunisme wat we nu toch best wel veel zien, noemen wij dat nou vooruitgang? En ik vond het zo mooi dat we daarin ook aan de start van de coronacrisis juist de essentiële beroepen in één keer begonnen te realiseren. En op een gegeven moment begonnen we dus ook te realiseren dat toiletpapier blijkbaar heel essentieel is aan de start van de coronacrisis. Maar dat was misschien een andere reden. Maar ik denk dat die vraag stellen ook in ons onderwijs echt ontzettend waardevol kan zijn. Omdat je dan ook je studenten helpt om kritisch na te denken. Oké, maar wat is dan de waarde die ik zelf wil creëren? Wil ik gewoon zonder de vragen onderdeel zijn, een radertje zijn in een grote raderwerk waar God knows wat de output daarvan is? Of wil ik daar zelf kritisch een bepaalde richting in duwen? Ik vind dat wel een hele belangrijke die ik ook graag in het onderwijs terugzie. Ja, zeker. Ja, dat denk ik ook. Maar we kunnen het niet alleen maar hebben over corona en hoe dat was. Want er is nog een hele grote andere uitdaging waar we echt wat mee moeten. En dat is de energietransitie. Die kwam ook terug in het JDC-rapport als dat we moeten zorgen voor een rechtvaardige energietransitie. Dus voor alle mensen, alle generaties. Nou, daar zijn wij het uiteraard allemaal mee eens. Maar we hebben ook een vraag. Vanuit het ministerie van EZK komt iemand, of namens het ministerie komt iemand een vraag aan ons stellen. Frank Hartkamp, over deze energietransitie. Inki, kun jij hem ontmuten? Ja. Ja, dankjewel Nicky voor de gelegenheid. Ja, dit is een leuke sessie tot nu toe trouwens. Maar specifiek als je het hebt over de energietransitie en de opgave die is afgesproken in het klimaatakkoord tot 2050. En dan zie je in grote lijnen dat
dingen vooral heel anders gaan doen. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt in de industrie, waar ik vooral voor werkzaam ben, dan moet het allemaal met waterstof en met andere vormen van energie, hè, windenergie en noem maar op. Maar onderdeel van de aanpak is ook dat je niet meer energie gebruikt dan je strikt nodig hebt. Hè? Want het duurt nog lange tijd voordat alle fossiel is uitgefaseerd en energie niet meer schaars is. En dan zie je in de aanpak dat eigenlijk het heel lastig is om bedrijven tot energiezuinig gedrag te bewegen. En dat daar een belangrijke rol is voor wetgeving, dat het verplicht is om investeringen te doen die zorgen dat het energiezuinig is. En dat dat ja, eigenlijk maar weinig gebeurt om de wettelijke verplichting volledig te doen. Laat staan om meer te doen dan wettelijk verplicht is. En dat daar een belangrijke rol is eigenlijk voor handhaving vanuit omgevingsdiensten, provincies. Maar die komen er amper aan toe, want ze hebben wel wat meer taken. Hè? Je kan het niet allemaal gaan handhaven. Dus mijn vraag was, hoe kan je nou langs andere weg zorgen dat goede gedrag automatisch komt? Hè? Want de opgave is gigantisch. En naarmate je energie verspilt, is eigenlijk de opgave alleen maar groter. Ja, goede vraag denk ik. Als ik het goed heb gehoord, is inderdaad van we zijn energiebesparing is ontzettend belangrijk natuurlijk voor de energie. Is dat ook voor de energietransitie, staat boven in de energie trias energetica natuurlijk. En dan wil je natuurlijk eigenlijk voor zorgen dat dat wordt nageleefd. Want volgens mij zijn er nu natuurlijk ook al wetten of verplichtingen om bijvoorbeeld investeringen die zich binnen 5 jaar terugverdienen op het gebied van energiebesparing, dat die moeten worden genomen. Wat natuurlijk zonde is dat weinig gebeurt. Ik denk dat inderdaad daar, als ik daar zelf zo op in mag gaan, met mijn jonge brain, ik denk de omgevingsdiensten hebben daar allereerst natuurlijk een belangrijke rol in de naleving. Ik denk dat dat een grote is. Maar ik denk een andere hele voor de hand liggende vorm die ik denk waar nog terughoudend op wordt toegepast eigenlijk, is simpelweg gewoon de beprijzing van ons energiegebruik. We hebben nu een ontzettend degressieve energiebelastingstelsel. En ik denk dat het, als je het hebt over een rechtvaardige energietransitie, dan is het denk ik niet meer dan logisch dat zeg maar een MKB'er die een paar kilowattuur gebruikt per jaar, dat die net zoveel wordt belast als de miljoenen kilowatturen die worden gebruikt bij bijvoorbeeld de miljoenen watt en joules die worden gebruikt door zeg maar het grote bedrijfsleven. En nu is die natuurlijk ontzettend degressief. Dus hoe meer je gebruikt, hoe minder belasting je betaalt. Ik denk dat dat een hele voor de hand liggende zou zijn waar wij als jongeren eigenlijk heel erg voor pleiten. Ik denk dat we ook, niet zozeer ook de complexiteit wet en regelgeving op moeten zoeken om dat uiteindelijk te verzorgen. Want volgens mij, je moet de spelregels van de markt veranderen, wil je uiteindelijk een andere uitkomst hebben. Als je 100 keer monopolie speelt, dan is het eind van het spel, heeft altijd één iemand meer, één iemand anders en de rest heeft helemaal niks. Zelfs als je halverwege het spel aan je lieve nichtje zeg maar het helft van je vermogen geeft, zal aan het einde van het spel nog steeds één partij met alles eindigen. Dus zolang je de spelregels niet verandert, zal de uitkomst denk ik ook niet veranderen. Dus ik denk dat wat ons betreft, als ik kijk naar wat binnen onze achterban leeft, dat wel een hele belangrijke is. Hoe luisteren jullie hier naar Dione en Nick? Nou, ik denk dat jij hier veel meer over te zeggen hebt dan ik. Dus ik zal het heel kort houden door gewoon te zeggen dat ik me volledig aansluit bij wat jij hebt gezegd. En dat het een complex onderwerp is dat ik er technisch gezien niet heel veel aan heb toe te voegen. Nikki? Nou, ik denk wel dat ik vanuit ook onze achterban, maar ook vanuit jongeren algemeen wel kan zeggen dat wij het heel vreemd vinden dat de vervuiler niet betaalt. Dus eigenlijk net wat Werner zegt in simpele woorden, dat is heel vreemd. Dat is zeg maar voor mijn gevoel als in
gewoon hoe je wordt opgevoed door je ouders. Dus als je het fout doet, moet je sorry zeggen. Dan moet je het goed maken. En heel vreemd eigenlijk dat dat helemaal niet gebeurt. Als het aankomt op hele grote vervuilende bedrijven. Persoonlijk ben ik ook voorstander om het iets verder te trekken. Inderdaad, en die CO2-beprijzing ook echt te maken. Dus niet, wat is het nu, 59 euro zeggen sommige bedrijven. 50, 59 zitten ze nu zo rond. Maar dat ze eigenlijk boven de 100 euro moeten zijn. Dus die omhoog. Maar eigenlijk ook gewoon verder doorvoeren naar True Price. Dus voor meer producten echt de eerlijke prijs berekenen. En dat gaat zowel over de milieukosten als de sociale kosten. Ik snap dat daar, of in ieder geval, ik zie dat daar nu wel echt een barrière zit. Dat Den Haag daar nog niet zo fan van is. En dat een hele heftige adaptatie zou vinden. Maar het lijkt me eigenlijk een hele logische. Ik vind het een heel logisch verhaal. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat ook de True Price aannemen voor producten en diensten. Dat dat ook heel erg zou helpen in de energietransitie. Omdat het op een natuurlijke manier het eerlijker maakt. Maar ik weet niet, Werner, ik zag jou... Nee, ik ben het volledig eens. Ik denk dat dat inderdaad uiteindelijk... Er is altijd heel erg angst voor weglek natuurlijk. Hè? Nederland is dan een hele grote chemie natuurlijk. En is bang dat dat allemaal gaat verplaatsen. Ik denk allereerst, er zijn meer redenen dan alleen milieubeprijzing voor bedrijven om in Nederland te komen. Ook gewoon een goed opgeleide bevolking leidt daartoe. En daarnaast denk ik ook van, ja, waar hebben we het uiteindelijk over? Als we wel een stuk ambitieuzer kunnen worden door die beprijzing door te voeren en dan hebben we wat weglek, dan zullen jongeren in 2045 de overheid echt niet kwalijk nemen dat we nu wat harder zijn gegaan. Dus ik maak me daar niet zo druk om, want er ligt ook, want we kijken meestal ook niet naar de opportuniteitskosten, want door zeg maar juist impliciet dus subsidies te geven aan het gebruik van bijvoorbeeld fossiele brandstof, omdat die energie meestal uit fossiele grondstoffen nog komt, geven ook geen ruimte aan bijvoorbeeld de nieuwe economie die daarvoor in de plaats kan komen. En dan de opportuniteitskosten die daarmee gepaard gaan, daar houden we eigenlijk nauwelijks rekening mee. Dus ik denk dat daar nog best wel een stap in kan worden gemaakt. Dus dat is denk ik ook wel een heel belangrijk aspect van zo'n rechtvaardige energietransitie. En ook daaraan toevoegend, wat wij denk ik ook heel erg belangrijk vinden, is dat er een bepaalde... Nou, je ziet natuurlijk met de coronacrisis zijn er miljarden in de economie gepompt. En dat is belangrijk, denk ik. Maar het houdt wel alleen het huidige in stand. En het huidige is lelijk, vervuilend, is niet goed genoeg, is niet toekomstbestendig. En dat is een beetje, dat vonden wij ook bijzonder. Want wanneer wij soms aanklopten bij de overheid voor geld, voor klimaat, dan deed de overheid soms alsof de portemonnee kwijt was, zeg maar. En dat vonden wij, zeg maar... Dat vonden wij wel bijzonder, dat er in één keer zoveel geld kon worden vrijgemaakt tijdens de coronacrisis. Dus het kan wel. En daarom zijn we ook groot voorstander van een generatietoets. Dat wanneer wij grote investeringen maken of wanneer wij grote pakketten aan beleid gaan vormen, zoals bijvoorbeeld een klimaatakkoord, is het heel belangrijk om te kijken van oké, wat zijn dan de gevolgen op de lange termijn, over 10, 20 en 30 jaar. Niet alleen voor de huidige generatie, maar ook voor jonge en toekomstige generaties die dan hun welzijn moeten vinden en ontwikkelen. Want dan kan je in één keer een heel ander perspectief krijgen op bijvoorbeeld wat we nu aan het ontwikkelen zijn. Ik noem een voorbeeld, bijvoorbeeld luchthaven Lelystad. Willen we nu gaan openen? Terwijl als je kijkt eigenlijk op de lange termijn, is vliegen echt niet de beste optie. En het gros van de vluchten, ook vanuit Schiphol, zijn korte afstandsvluchten binnen Europa, die je ook vrij aardig op termijn via de trein kunt doen. Dus dan is hooguit de investeringen die we er voor zo'n airport doen, voor de komende paar jaar. En daarna moet je eigenlijk alweer gaan afschrijven. Dus ons perspectief is daarom ook, neem nou juist die lange termijn mee, ook in wat we nu doen. En dan kom je tot hele andere, hopelijk meer duurzame keuzes, ook voor je klimaat. Ja, ik kan me daar denk ik alleen maar bij aansluiten dat een generatietoets gewoon echt een heel goed idee zou zijn. En niet alleen voor jonge generaties, maar ook de toekomstgeneraties. Dus het zou standaard practice moeten zijn dat in alle belangrijke kamers waar beslissingen worden gemaakt, ook achter gesloten deuren, dat daar een lege stoel staat die eigenlijk voor de toekomstige generatie is. Zodat je altijd als je het rondje afgaat voordat er iets doorheen gaat, dat je nog één keer nadenkt over wat doet dit in 2070, 2080, 2100. Wat voor invloed heeft het eigenlijk op een toekomstige generatie? Dat triggert gewoon een heel ander perspectief in hoe je ergens over nadenkt. En ik denk dat dat super belangrijk is, omdat we nu gewoon zo erg focussen bijvoorbeeld op die 2030, dat we soms dat lange termijn wel een beetje uit het oog verliezen. En ik hoop er in ieder geval nog te zijn in 2100. Dus het zou prettig zijn als ik dan zonder zuurstofflessen op mijn rug, niet op een terp, maar gewoon normaal kan leven in Nederland. Ja,
Wij zijn ook groot voorstander van de generatietoets, omdat het echt, het is hoog tijd dat er ook naar onze generaties geluisterd wordt. En dit is een van de meest toegankelijke manieren om dat op dit moment te gaan doen. Ja, voordat we echt een verheerlijking ook aan het doen zijn van onze generatie, ik denk dat we het vooral samen moeten oplossen, maar dat het wel belangrijk is voor de stem die nu nog niet in de huidige belangengroepen zit, dat daar een soort van ja, institutionalisering op plaatsvindt. En dat vind ik ook daarvan, wat dat betreft, kunnen we ook echt leren van het onderwijs, denk ik. Want daar in het onderwijs wordt de jonge generatie al veel logischer gezien als een soort van afnemer van het onderwijs. En die heeft ook veel zeggenschap, ook in Den Haag, op het gebied van wat er op het curriculum, wat er binnen het curriculum en met het onderwijs gebeurt. En dat is denk ik ontzettend waardevol. En dan wordt uiteindelijk, zeg maar, je uiteindelijke beleid ook een stuk beter. En ik denk dat wij warm pleitbezorgers zijn om dat ook te verzorgen voor het klimaat. Maar dat is een emancipatiebeweging waar wij keihard aan het werken zijn. Zeker. Frank, geeft dit een iets wat antwoord op je vraag? Ja, 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 zeker. Ik vind het een hele hoopvolle antwoord. Ik zal dat terugkoppelen. Dus dank. Ja, geen probleem. Ik hoop dat dit doorkomt ook bij EZK. Want zoals we zeiden, we zijn altijd bereid om te komen praten en mee te denken. Want dat gebeurt nog niet vaak genoeg. Dus super fijn in ieder geval dat we ook deze vragen vanuit jullie konden beantwoorden. Ja, nee, ik ga het teruggeven. Dank je. Top, dank je wel. Ik denk dat dat hem dan ook was voor de energietransitie. Dan gaan we al door naar het laatste onderwerp, namelijk duurzaam doen. Dit gaat vooral om praktische dingen, niet iets korter douchen, maar wel iets groter dan dat. Misschien Dionne, om te beginnen, waar is jouw organisatie, waar ben jij mee bezig, echt iets om duurzaam te doen na de coronacrisis? Wat voor grote verandering of welk thema, waar focussen jullie op? Wij zijn niet per se bezig met het individualistisch consumptiegedrag. Dus dat is natuurlijk wel iets wat heel belangrijk is en wat we op onze sociale media wel te proberen te promoten. Maar op het moment zijn we gewoon meer bezig met de stem van de jongeren proberen te vertegenwoordigen in de politiek voor zover mogelijk. We hebben natuurlijk een onderwijsmanifest opgesteld. Dus wat wij echt proberen te doen nu is de stem van de jongeren te vertegenwoordigen, die te laten horen naar buiten toe. En ook te zorgen dat jongeren die stem laten horen op hun eigen school, bij hun eigen gemeente. Want uiteindelijk komt het er niet vanzelf. En het zou niet de verantwoordelijkheid van onze generatie moeten zijn, vind ik persoonlijk in ieder geval. Maar op dit moment is het wel. Dus proberen we gewoon zoveel mogelijk te stimuleren van, ja, inderdaad, toch doe duurzaam, doe de kleine dingetjes. Maar probeer het ook groter aan te pakken. Laat je stem horen waar dat mogelijk is. Want op dit moment is dat alles wat je kan doen. Je hebt je studie niet afgerond. Ze kunnen je nog geen minister van Economische Zaken en Klimaat maken, zeg maar. Dus begin gewoon bij jezelf. Begin in je eigen omgeving. Kijk wat je daar kan aanpassen. En ja, zet je daar gewoon hard voor in. Laat je stem horen eigenlijk. Volgens mij heb jij hier ook wat interessante suggesties voor, Nick. Nou, ik heb zeker wat interessante suggesties. Ook omdat ik natuurlijk de Groene Paper mag mede-organiseren en er wel meer interessante sessies zijn die kunnen bijdragen aan duurzaam doen, zowel voor jong als oud en alles ertussenin. Bijvoorbeeld de sessie die hierna plaatsvindt vanaf 2 uur gaat over de echte vleesprijs en dan specifiek in de kantines, maar dat kan op heel veel plekken en bij heel veel bedrijven en dat gaat dus ook gewoon meer over de echte prijs. Ik denk dat dat een heel mooie manier is voor instellingen, organisaties om duurzaam te doen. Juist als iedereen straks weer terugkomt op je campus, bij je bedrijf, in de bedrijfskantine, om dan bijvoorbeeld bezig te gaan met de echte prijs van voedsel. Dus ik denk dat dat een hele mooie is om duurzaam te doen na de coronacrisis, als we weer met z'n allen een hapje mogen eten. Eigenlijk aansluiten op wat Dionne zei, is denk ik duurzaam doen ook heel belangrijk is. Ga, laat je horen, sluit je aan bij dingen, maar als het er niet is, start het dan zelf. Bijvoorbeeld dit jaar tijdens corona zijn er studenten die op de University College Roosevelt in Middelburg zaten. Dat valt onder een andere universiteit, maar ze zitten eigenlijk best op een eilandje daar, ook misschien wel letterlijk in Middelburg. Die wilden heel graag ook een green office, omdat hun moederuniversiteit dat ook heeft, maar bij hun eigen niet zoveel gebeurde. Dus ze hebben gewoon een eigen green office opgericht tijdens corona. En dat doet het super goed. En ze zijn heel veel veranderingen aan het doorbrengen. Ze hebben de universiteit zover dat er echt FTE's komen van docenten om hun te begeleiden. Dus ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van duurzaam doen. Dus als het er niet is,
doe het dan zelf. En ik denk dat het heel mooi is ook om te zien dat mensen die het wel konden tijdens corona, want er zijn natuurlijk genoeg mensen die het al zwaar genoeg hadden, maar als je de mogelijkheid wel had om er iets bij te doen, om dan wel echt zo'n initiatief te beginnen. Ik denk dat dat heel knap is en heel mooi. En ik ben ook heel trots dat ze nu lid zijn van Studenten voor Morgen. Maar Werner, wat betekent voor jou duurzaam doen dan? Ja, dat zijn hele goede, mooie suggesties trouwens, Niki en Dionne. Ja, kijk, ik zie de klimaatcrisis is wat mij betreft ook echt een soort van een spiegel van ons eigen zijn. Hè? We zijn uiteindelijk samen, hebben er gewoon een soort van een systeem gebouwd waardoor we meer zijn consumeren dan onze planeet eigenlijk aan kan. En daar is geen één persoon voor aan te wijzen, maar wij zijn wel, dat wij hier opgroeien, maakt dat wij een soort van dader en slachtoffer in dezelfde persoon zijn. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is om continu te onthouden. Dus het is een bepaalde houding ten opzichte van onszelf, maar ook onze omgeving, die we, dat is wat mij betreft eigenlijk duurzaam doen, is zeg maar die bepaalde houding. En het niet kiezen, het kiezen om bijvoorbeeld niets te doen, je kan je niet aan losmaken. Dus zeg maar, je bent hoe dan ook onderdeel van het probleem, maar de vraag is, ben je ook onderdeel van de oplossing? En ik denk dat het heel interessant is om het daar samen juist over te hebben. Want ik merk toch nog wel dat er een steeds groter wordende groep is van jongeren die graag er zelf mee bezig is. Maar dat heeft ook een beetje een uitsluitende werking. Want dat zet je soms ook een beetje verder af van mensen die bijvoorbeeld, als je al heel ver bent met het en je eigen leven verduurzamen, dat bijvoorbeeld andere mensen al niet meer met je kunnen identificeren. Dus ik vind het ontzettend belangrijk. En dat is denk ik ook gewoon in de klas. Dat je het met elkaar gaat hebben over, maar wat kun je doen? Wat is betekenisvol? Maar ook gewoon dat elk beetje een beetje helpt. Ik krijg ook wel eens vragen van, is het al te laat? Sommige mensen hebben het gevoel dat het al te laat is. Dat ik denk van, het is alsof je de brandweer belt voor een keukenbrand. En dan is de keuken uitgebrand en zeggen ze, ik kan ophouden met blussen, want het is al te laat. Terwijl je nog een nieuw woonhuis te redden hebt, zeg maar. Dus ik denk dat we daarin nog wel het gesprek ook veel kunnen verbeteren. En dat we weg moeten gaan van de oppervlakkigheden en zeggen van, het systeem moet het oplossen, want uiteindelijk zijn wij dat allemaal zelf. Dus voor mij is dat voornamelijk echt een houding ten opzichte van onszelf. En als jonge klimaatbeweging proberen we daar ook wat aan te doen door, wij gaan on tour langs mbo en hbo scholen en dan gaan we gewoon met een heel simpel programma een uurtje in gesprek met mensen die misschien zelf nog niet zo erg bezig zijn met duurzaamheid. Docenten zijn daar ontzettend bij geholpen soms, omdat we gewoon dan samen de dialoog aangaan. Dus dat doen we met JKB on Tour als jonge klimaatbeweging zijnde. En ik vind het ook gewoon heel leuk om eigenlijk een beetje als een verkenningstocht te zien. Zodat je de hele tijd steeds een beetje duurzamer wordt. We begonnen met bijvoorbeeld minder vlees eten, maar nu lease ik mijn broeken in plaats van dat ik ze koop. En die stuur ik dan weer terug als ze kapot zijn en dan worden ze weer gemaakt tot nieuwe broeken. En zo vind je steeds meer nieuwe leuke dingen uit. Dus ik denk zo'n houding leidt er uiteindelijk toe dat je denk ik wel een voortgang kan maken. Ja, om hier nog heel eventjes op aan te haken, want ik vond het wel mooi wat je zegt. Ik denk dat het ook belangrijk is om duurzaamheid toegankelijk te houden. Want duurzaamheid, dat begint niet bij een perfecte 0% uitstoot, leefstijl. Duurzaamheid, dat begint bij een keertje inderdaad wat minder vlees eten. En dan misschien je kleding tweedehands kopen. En ik denk dat wat er op het moment veel gebeurt, dat in ieder geval wat ik merk bij mijn generatie, is dat er heel veel polarisatie ontstaat tussen mensen die er heel erg actief mee bezig zijn. En mensen die daardoor juist een soort van weerzin opwekken om het juist niet te doen. Om zeg maar een beetje daar dan in een soort van in opstand tegen te komen. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is om die duurzaamheidsdrempel heel laag te houden. Dus het is ook oké als je gewoon even een keer wat minder vlees eet. En als je op die manier begint, dan is dat ook prima. Je hoeft niet meteen de ideale consument te zijn. Heel veel mensen die zijn er heel erg enthousiast in. Maar als jij op dit moment gewoon wil beginnen met duurzaamheid door je afval maar eens te recyclen, dan is dat goed. Dan is dat ook al een stap in de juiste richting. En dan moeten we dat ook juist stimuleren, dat gedrag. Dat dat begint bij de kleinste dingetjes. En dat we van daaruit gaan voortbouwen. Want wij hebben nu echt een heel grote groene bubbel, zeg maar. Maar het is ook belangrijk om daar buiten te treden. En niet te zeggen wat iedereen buiten die groene bubbel allemaal fout doet. Maar wat ze beter kunnen gaan doen. En ik denk dat dat een belangrijke ontwikkeling is die ik op dit moment nog een beetje mis. Maar dat dat wel iets is waar wij als beweging ook heel erg goed mee bezig kunnen. Ja, als ik jou goed hoorde, Jone, is het eigenlijk dat we, tenminste, idealiter hebben we gewoon een groep, een hele generatie die we opvoeden als transformatieve denkers. Die gewoon in twijfel stellen van, is dit de beste manier om het te doen? Ja. Bijvoorbeeld.
En die bij je schoolbestuur aan de bel trekken van, hey, waarom liggen er nog geen zonnepanelen op ons dak? Die later in hun carrière bij het centrale bestuur aan de bel trekken om daar ook met duurzaamheid bezig te gaan. Ik denk dat dat uiteindelijk essentieel is voor de jonge generatie. En dat dat ook een houding is die ze heel goed over kunnen nemen van bijvoorbeeld hun docenten die voor de klas staan, die daar als inspiratiebron voor kunnen dienen. Want als ik vind dat zo mooi. Als ik lezing heb, dan krijg ik naderhand ook altijd wel, zegt men ook wel van, nou, we hebben hoop op de jonge generatie, zeg maar. Want die gaan het wel voor ons oplossen. Maar dan moet ik toch altijd wel een meer pijnlijke boodschap doen van, ja, de pleuris is al lang uitgebroken als ik op een invloedrijke positie zit. Dus dat jij belangrijk vindt dat we aan de slag moeten gaan, betekent vooral dat wij zelf allemaal nu iets moeten doen, in plaats van dat we het hoop vestigen op weer iets anders. Dus dat, ik hoop dat we hiermee heel activerend en geïnspireerd naar buiten gaan straks. En dat we, ja, weten ons ook hier allemaal voor te vinden. Want volgens mij hebben we wel een hele mooie groep hier samen die ook echt zoden aan de dijk kan zetten. Ja, ik denk om dat af te sluiten, dat een ander duurzaam doen activiteit natuurlijk ook kan zijn. Sluit je aan bij de activiteiten van Studenten van Morgen, Youth for Climate, de Jonge Klimaatbeweging. Wij organiseren ook heel veel en kun je voor verschillende projecten bij ons terecht. En support ons ook en weet ons te vinden. Misschien om heel kort af te sluiten. Dionne, waar kijk jij het meest naar uit als alles weer kan? Welke duurzame activiteit, zowel met je organisatie of zelf? Nou, wij zijn natuurlijk begonnen met het klimaatstaken in 2019. En dat waren hele bijzondere evenementen om die jongeren zo bijeen te krijgen. Het is niet iets waar ik naar uitkijk, omdat het eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. Maar nood breekt wet. En als het allemaal weer kan en we zien nog steeds dat het niet goed gaat, dan zullen we gewoon met z'n allen weer de straat op gaan om te laten horen hoe de jongeren hierover denken. Dus dat is wel iets waar ik in ieder geval met goede moed naar uitkijk. En Werner? Oeh, dat is een moeilijke. Ik denk onze klimaatdialoog, waarin we juist in gesprek gaan met onze achterban en de jongeren die ze zelf ook, waarin we gewoon altijd heel constructief, maar ook kritisch, zeg maar, kunnen kijken van wat is er nou echt nodig. Dat moest allemaal online en dat geeft toch een stuk minder feeling. Dus dat vind ik echt leuk, omdat we in persoon met mensen te kunnen doen. En jij, Nikki, de volgende keer Groene Peper gaan in persoon organiseren? Nou, dat lijkt me heel leuk, want uiteindelijk was inderdaad ons hele bestuursjaar online. Dus dat is wel jammer, want ik ben alweer bijna klaar. Jij trouwens ook, Werner. We zijn bijna klaar met onze besturen hier. Ik denk inderdaad dat, maar ik denk ook inderdaad weer in persoon met mensen erover kunnen praten naar onderwijsinstellingen toe. Want wij zijn een netwerkorganisatie, we hebben meer dan 40 leden door het hele land. En daar zijn we gewoon dit jaar niet geweest. En er zijn zoveel mooie projecten wel geweest. Ook op die hoger onderwijsinstellingen. Er zijn heel veel zonnepanelen gelegd. Er zijn duurzame auto's aangeschaft. Er zijn de circulaire gebouwen gemaakt. En die wil ik allemaal zien. Dus ik denk dat ik daar heel veel zin in heb. En dat ook mijn toekomstige bestuur toewenst dat ze dat kunnen zien. Nu is het precies tijd. Dus dat hebben we goed gedaan. Ik denk dat ik hem bij deze wil afsluiten. Even kijken of ik nog... voor de officieelheid even de... Oh, dit gaat niet goed. Gaat dit goed? Dit gaat niet goed. Even kijken. Nu wil ik nog één presentatie delen om het officieel het einde aan te kondigen. Zo, daar gaan we. Dus ik wil eigenlijk iedereen bedanken voor het kijken. Dank jullie wel dat jullie er waren. Dank jullie wel voor de vragen en voor de interactie. Weet ons te vinden als jullie nog meer vragen hebben. Ik wil Dionne en Werner heel erg bedanken. Ik vond het superleuk om met jullie deze sessie te doen. En ik kijk naar uit om met jullie samen gewoon de jongeren te blijven vertegenwoordigen en duurzaamheid mogelijk te maken. Dank jullie wel allemaal en hopelijk tot een volgende sessie.